Hoi allemaal! Vandaag weer vanaf een andere locatie, want Niels is op de slaapkamer en Sven is in de woonkamer, dus ik zit in onze slaapkamer. Welkom! En vandaag wil ik weer een tutorial opnemen. Eigenlijk heb ik niet zo heel erg een look bedacht. Ik had alleen heel erg zin in mijn Stila in de... Deze komt niet lekker over op camera. Stila in the Light. Of Eyes are the Window palet. En dit is het Soul, de Soul variant. Allemaal hele mooie kleurtjes. En daar had ik zin in. Dus laten we maar gewoon beginnen. Ik begin met de basis. Ik heb een redelijk rustige huid. Het is wel een beetje bewolkt trouwens buiten. Ik zit wel recht voor het raam, maar... ik gebruik als eerste de basis. Dit is de Bare Minerals Complexion Rescue in Natural. En ik heb gewoon een rustige huid nu. Dus ik dacht... En ook een klein beetje een kleurtje en sproetjes van de zon. Want man, wat was het lekker weer. En wat is het jammer dat dat nu niet zo is. Maar goed, dus ik heb niet zo heel veel dekking nodig. Deze kan je op zich wel een beetje opbouwen hoor. Maar je kan hem ook gewoon lekker luchtig aanbrengen. En dat doe ik met mijn vingers. Maar goed, weet je, by all means, als je het met een kwast wil doen. Nou, deze is misschien niet al heel erg lekker met een kwast, maar kan natuurlijk allemaal. Of met een Beauty Blender. Ik hou gewoon van mijn handen gebruiken. Ik gebruik de Beauty Blender tegenwoordig wel een stuk vaker. Dan concealer, de Estée Lauder Double Wear concealer in 2C Light Medium. En die buff ik in met deze concealer buffer van Zoeva. En dat doe ik eigenlijk door een klein beetje te deppen op het plekje waar het rood is. Zeg maar. En dan daarna eigenlijk gewoon een soort ronddraaiende bewegingen eromheen. Zodat de concealer goed op het plekje blijft zitten. Dus dat je daar niet al te veel aan zit. Maar dat dat vooral daaromheen gewoon mooi geblend is. En ik doe dat dus met een bufferkwast. Dus dat doe ik dan een beetje in soort van deppende bewegingen. Het restje van de concealer gebruik ik in mijn binnenste. Of bij mijn neusvleugeltjes. Neusvleugels. Onder mijn ogen gebruik ik de Maybelline Instant Age Rewind Eraser Dark Circle. Ik heb niet heel veel geslapen vannacht. Dat lag deels aan de kleine man en deels aan dat moeders even een borreltje was gaan drinken. Dus ik lag er al later in en hij ging nog spoken, zeg maar. Ik heb wel heel leuk nieuws. Over het algemeen vertel ik in deze filmpjes niet heel veel over hem. Maar het mooie nieuws is dat zijn spreidbroekje afgebouwd mag worden. Dus hij hoeft hem nu alleen maar 's nachts. Yay! Celebration time. Heel fijn. Het scheelt zoveel tijd. En we kunnen nu weer gewoon alle kleertjes aan. Er hoeft niet meer per se leggetjes aan. En ja, het is gewoon leuk. Het allerleukste stuk voor hem. Omdat hij gewoon heel erg... Hij ging helemaal alle kanten op rollen en doen. En ja, het is gewoon zo fijn dat hij gewoon weer vrij is. Kijk, het scheelt ons tijd, maar hem scheelt het. Hij kan nu natuurlijk veel meer doen. Dus wij moeten nu veel meer op hem gaan letten. Dat is wel duidelijk. Mijn wenkbrauwen zijn geverfd, dus ik hoef er eigenlijk niet zoveel aan te doen nu. Alleen nog even wenkbrauwgel zo meteen. Ik breng alvast een oogschaduwbasis op. De Catrice Prime and Fine. Bijna op. Moet ik weer een nieuwe aanschaffen. Niet vergeten. Dan poeder ik even af met mijn Hourglass Ambient Lighting Powder in Dim Light. Ik kan even laten zien hoe snel het gaat. Ik ben bijna hit pan, almost hit pan. Ik ben gewoon dol op dit spul. En ik gebruik er helemaal niet veel van, maar ik gebruik het wel elke dag. Het is natuurlijk een kleine reisverpakking. Dan een beetje... vorm in mijn gezicht brengen en dat doe ik met de L'Oréal Glam Bronze in 101 Harmony Blonde. Vooral langs de randen van mijn gezicht. En een beetje op mijn neus zoals altijd. En op mijn onder mijn jukbenen. En dan vervaag ik dat een beetje naar boven. En mijn kaaklijn wat aan te scherpen. En dat vervaag ik dan juist weer naar beneden. Dan blush. De Be Creative Makeup blush Baked Blush in Romance. Deze kleur is een hele mooie blush. Een hele mooie glans. Ik wissel trouwens mijn volgorde heel vaak af. Nu doe ik vaak de basis allemaal op de badkamer of in de badkamer. En dan neem ik daarna alleen mijn mascara nog mee tijdens de lunch, zeg. Of dus tijdens de lunch. Bij mijn ontbijt. Zo, goedemorgen. Ik moet gaan lunchen. Ik heb duidelijk honger. Dus vandaar dat ik nu deze volgorde doe. Maar dat is gewoon uit praktische overwegingen. Dan ga ik het Stila in de Light palet gebruiken. En ik begin met de lichte matte kleur. En die breng ik met een Morphe M422 kwast aan onder mijn wenkbrauw. En een beetje in mijn binnenste ooghoek. Om het wat op te lichten. Het is trouwens de kleur Light. En dan ga ik de kleur Kitten ook nog in mijn binnenste ooghoek doen. Om wat glans. Ik werk een klein beetje richting het midden. En dan pak ik de kleur Affection. Dat is een... ja, wat zal ik zeggen? Een, nou, gewoon een beetje een roodbruine kleur. En die breng ik met diezelfde kwast aan op de rest van mijn beweegde ooglid. Laat ook maar weten of jullie dit trouwens een beetje een oké locatie vinden. Ik zit dus nu op mijn bed. Oh, zo is de vaatwas aan het uitruimen. Oké. En dan ga ik een mixje maken tussen Individual en Hard. Dat zijn deze twee kleuren. Een wat koelere en een wat warmere kleur. En die breng ik aan in mijn arcadeboog. En heb ik al vaker verteld, ik doe dat net iets boven mijn arcadeboog. Omdat ik wat hangende ogen heb en dat lift het meer. Oh, dat breng ik trouwens aan met mijn MAC 217 blending kwast. Dan pak ik dit kleine kwastje van Sephora. En daarmee ga ik eigenlijk in diezelfde twee kleuren die ik net ook gebruikte. En dan breng ik dat aan mijn onderste wimperrand. Maar alleen op het buitenste gedeelte. En heel subtiel. En dan doe ik daarna nog een beetje met de, zeg maar, de koele toon van de twee. Zodat het niet lijkt alsof ik te rode ogen heb. En dan met datzelfde kwastje ga ik in deze kleur. En dat is Peace volgens mij. En die breng ik aan langs mijn bovenste wimperrand. Waarbij ik hem aan de buitenkant iets dikker aanzet dan aan de binnenkant. Dan wimpers krullen. Met de Hema wimperkrultang. Dan mijn wenkbrauwgel van de H&M. Ze zijn echt gisteren geverfd. Normaal gesproken doe ik ook na het verven teken ik ze wel bij. Maar omdat ze echt gisteren geverfd zijn, ja, is het gewoon niet nodig. Want er zitten ook gewoon nog verfresten en zo. Hier, ze zijn gewoon... Jee, helemaal donker. Dan mascara. En ik begin met deze. Dit is de L'Oréal Double Extension mascara. Fortifying Extending Mascara. En daarvan gebruik ik alleen de witte kant. En dat is eigenlijk een soort basislaagje. En dat zorgt dat je wimpers dikker en langer lijken. Ik hoor Niels, dus blijkbaar ligt hij niet meer te slapen. Ik kom niet uit mijn woorden vandaag, jongens. Dan mijn lievelingsmascara, de Maybelline Lash Sensational. En die breng ik daar overheen aan. Ik laat het altijd een klein beetje drogen. En om te voorkomen dat het mijn hele oogschaduw ruïneert, kijk ik naar beneden. Ik kant mijn spiegeltje en ik kijk naar beneden bij het aanbrengen. En zo heb je de minste kans dat het zeg maar op je mooi net aangebrachte oogschaduw komt. Ik heb al vrij lange wimpers van mezelf. En met dit spul wordt het natuurlijk nog langer. Dus dan is de kans dat het er boven tegenaan komt en je oogschaduwlook verpest is aanwezig. Wat ik dan trouwens altijd doe is gewoon even met een blending kwastje eroverheen. En in tegenstelling tot vorige week is het nu rot weer. Dus ik doe ook een klein laagje waterproof mascara. En dit is de MAC Factor False Lash Effect Waterproof Mascara. Nou, mocht je nou toch een klein beetje geknoeid hebben, pak dan gewoon je blending kwast. En dan ga je er eigenlijk gewoon overheen alsof je oogschaduw aan het blenden bent. En dan is het eigenlijk alweer weg. En als dat nog niet zo is, dan kun je natuurlijk altijd gewoon nog een beetje met een wattenstaafje doen. Een beetje glans natuurlijk. Er zit al glans in de blush, maar gewoon een beetje extra. De Mary Lou Manizer van The Balm. En ik breng hem wel heel subtiel aan, omdat ik natuurlijk al glans in mijn blush heb zitten. Cupido boogje. En dan staat ze in mijn lippen en ik gebruik mijn geliefde Estée Lauder Pure Color Envy in nummer 120 Desirable. Een mooie nude kleur. Hij mag van mij wel ietsje, ja, soort van matter. Dus ik doe een klein beetje van de blush. En die dep ik op het midden van mijn lippen. Zo blijft hij ook langer zitten. En dan zit het uiteindelijke resultaat. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik hoop dat je niet al te veel last hebt gehad van alle achtergrondgeluiden. Ja, ik zeg het wel vaker in filmpjes. Volgens mij vinden jullie het niet erg. En begrijpen jullie dat ik nou eenmaal om Niels heen moet plannen. Nou, nu ga ik lekker met hem keten. Nu die zijn tuigje af heeft, kan dat nog makkelijker. Ik hoop dat je het leuk vond te zien. In ieder geval weer super bedankt voor het kijken. Ik wens jullie een hele fijne dag en ik zie jullie snel. Doeg!